De vraag was, naar aanleiding van deze kwestie, of wij ook wapensteun blijven toezeggen. En het antwoord is ja. En de minister van Defensie, minister van Buitenlandse Zaken, iedereen in het kabinet die erbij betrokken is, zijn daarmee bezig om Oekraïne te steunen met militaire middelen. En de urgentie van die steun, die blijft en is hoog. En nogmaals, de ontwikkelingen van gisteren onderstrepen dat alleen maar. En de Oekraïnse behoefte aan militaire steun, die is daarbij leidend. Want we moeten ons realiseren dat die strijd geleidelijk aan een nieuwe fase ingaat. En dat betekent dat de Oekraïnse behoeften ook zullen veranderen met het voortduren van deze strijd. En daarom werken we met partners bijvoorbeeld nu aan onderhoud van geleverde systemen. Ik sprak eerder deze week met kanselier Scholz van Duitsland. Hoe we dat samen verder kunnen opzetten. Het leveren van munitie, het aanvullen van voorraden en training. En hier is eigenlijk dag in dag uit de minister van Defensie en de commandant der strijdkrachten. En al hun adviseurs zijn er eigenlijk iedere dag mee bezig in een hele nauwe samenwerking met anderen. Met Groot-Brittannië, wat hier ook echt een vooruitleunende, een forward-leaning positie heeft, echt probeert initiatieven te nemen, uiteraard Amerika, maar ook onze bondgenoten binnen de Europese Unie. Maar het betekent ook iets voor onze eigen strijdkrachten, voor onze eigen defensie. Want wat we moeten proberen is natuurlijk om in hoog tempo ervoor te zorgen dat ook zij over modern materieel kunnen blijven beschikken. Dat zij over voldoende munitie kunnen beschikken. Zodat ze ook kunnen oefenen en gereed kunnen staan. Het is hier en-en. En dat is echt een enorme opgave. En dat is niet makkelijk, want uiteindelijk is de productiecapaciteit altijd weer beperkt. Maar we doen er alles aan. En ook deze week weer rechtstreeks met de Europese bondgenoten, maar ook intensief in samenspraak binnen de NAVO, om ervoor te zorgen dat we alles wat wij kunnen doen, ook doen. En dan tot slot, voorzitter, op Oekraïne. Was de vraag of wij genoeg doen om Nederland bewust te maken waarom we dit doen. Ik heb daar net een paar dingen over gezegd en ik heb eerder al gezegd vandaag dat ik ook voornemens ben om podia te zoeken, ook na vandaag en ook na morgen, de algemene vergadering in New York waar ik heen ga. En waar ook de toespraak grotendeels over Oekraïne zal gaan, om ook in Nederland verder te werken aan, met jullie samen natuurlijk en mijn collega's in het kabinet, aan dat draagvlak om ervoor te zorgen dat dit niet uit de headlines verdwijnt. Het is misschien niet meer het eerste item in het journaal, maar het moet hoog in de aandacht blijven staan. De heer Paternotte, D66. Voorzitter, heel mooi, heel goed wat de minister-president net zegt over waarom we dit doen, waarom ook onze waarden daar op het spel staan. Dank daarvoor. En ik zou hem willen vragen, blijf dat inderdaad doen, blijf die boodschap uitdragen. Want we zullen dat de komende tijd, zeker deze winter, nodig hebben. Die wapensteun, ook heel fijn dat hij zegt, ja, dat gaan wij doen. Ik zou graag willen dat we dat een slag concreter maken, want de urgentie is nu heel groot. De winter komt eraan. Rusland is bezig inderdaad die 300.000 mensen onder de wapenen te brengen, naar Oekraïne te gaan sturen, om de bezette gebieden te gaan verdedigen. Hoe meer Oekraïne tot aan de winter, de komende 6 weken, kan bevrijden, hoe beter dat is. Dus mijn vraag zou zijn of hij kan toezeggen dat die steun aan wapens, en dat zal dan zijn het oppakken van de rekening, zodat Oekraïne die wapens kan aankopen, dat die snel komt en dat we daarbij ook niet zuinig gaan zijn. Minister-president. Nou ja, zuinig waren we al niet. Ik kijk ook even de minister van Defensie aan, want het gaat ook om grote bedragen inderdaad. Maar hier is wel de Oekraïnse behoefte natuurlijk leidend. Ik heb zelf ook contact gehad in de afgelopen maanden met collega's uit de hele wereld, die misschien niet rechtstreeks, maar dan wellicht via bereid zijn om wapenleveranties te doen. Dus we proberen eigenlijk alle kanalen te gebruiken. En als wij spullen kunnen kopen en doorleveren, uiteraard doen we dat ook. Dus volgens mij is het antwoord op de vraag, ik kijk ook de minister van Defensie aan, is ja, op de vraag van de heer Paternotte. Ja. De heer Paternotte. Voorzitter, met snel bedoelen we natuurlijk echt dat binnen een paar weken dan ook dat daar op de grond te zien moet zijn. Want anders dan is de winter daar gekomen en dan zijn al die troepen uit Rusland er ook gekomen, dan zou dat te laat zijn. Dus dat is dan mijn oproep. President Zelensky zei het gisteren in zijn speech bij de algemene vergadering. Ik heb dat inderdaad nu nodig. Nou, de minister-president is zelf in Kiev geweest. Waarvoor trouwens complimenten. Heel goed dat hij dat gedaan heeft. Dus dat we echt zorgen dat binnen 2 weken dat effect heeft. Maar ik zie hem knikken. Ja, en de Kamer wordt regelmatig vertrouwelijk geïnformeerd. Want het leent zich niet allemaal voor het openbare debat. Maar die vertrouwelijke briefings gaan door, begrijp ik. Ja.